En iedereen wil mij maar helpen. Zie juffrouw, ik heb dus juist iemand buiten gegooid, hè, die ook absoluut wil helpen. Toevallig gebeurt. Oh, maar wacht eens. Dat zit je het liefje van de Leo. Ja, dat ben ik. Ik ben Sonja. Heet je wat aan? Mijn nieuwe dag. Hoe moet ik dat, hè? Ja, dat wil ik wel. Allee, dat is klaar. De thermos is nog een vultje. Oh, dat zijn allemaal voorkomen. Zal een proper komen halen in de keuken, hè? Hé, 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 hé. Dat had je niet meegedaan. Wat? Toen ik kwam, dat is een grote stomme taart. Denk je dat? Ja, dat is toch even dat je verkeerd bent. Dat moet je toch nooit niet doen? Ja, maar ik was verkeerd. Daar heb ik net weer vol dagen kunnen over nadenken in Zoerso. Ik begrijp het omdat ik zo nodig uit thuis moest blijven. Omdat men hier de thuis voor hem alleen zou hebben. Hij ontvangt die jonge maskjes. Waar bleef? En wat vind je van de meneer voor een kruid? Goed voor de liefst. Hè? Ah ja, allee. Het is een lief en aandig masker. Ze is niet loemd en als er kuilkunst nou ook nog mij valt, dan mag ze voor mijn apart gerust eeuw blijven. Sjoep. Dat is dat ons mij is. In Zoerso, het is er heel koud. Ze is op retreat, in Zoerso. Maar ze moest hier zijn, hier moest ze zijn, bij haar man. Ja, en bij haar zoonneke. Hé, zeg, kan ik je kou helpen, vriend? Nee, dank u wel. Hè. Ik heb er niks in nodig. Oh, en je staat hier in mijn vuurtoren? Allee, nou niet troten, hè, meneer? Je staat hier bij mij binnen. Bij jou binnen? Hoe kan dat dan? En we staan hier alle tweeën op de hoogte. Zo gaan staan blijven, ik heb het al lastig genoeg, hè. Serieus? En hoe kwam het dan? Ja, bij ons is er hier aan het werken. Zeg, wat ben ik een naar tegenaan bezig? Heb ik al zorgen genoeg, hè? Ah, maar daar zou ik niet te lang mee blijven rondlopen, zijn meneer. Dat is niet goed voor de tiekeren. Met zo'n spreek te verkopen, we hebben niks nodig, hè? Nee. Ik kom me zo alleen iets afgeven. Goed, bij mij? Hier? Dat kan niet. Nee. Bij meneer Vleugelen. Wie? Meneer Vleugelen. Vleugelen? Je woont hier niet. Tja. Dat is niet normaal, hè? Ik heb hier een partij naar papier gehad. Van Kampenstraat 25. Is het toch hier? Ja, maar hier woont geen Vleugelen. Vleugels woont hier, zei je? Vleugels. Ah, wel ja. Dat is juist de Vleugelen. Nee, ja. Vleugels. Ah, wel ja. Dat is het toch juist dezelfde, hè? Dat doet het toch ook alle twee van den dien, hè? Ik zeg, ga me statuseer afgeven bij Vleugels. Amai, is het bij jou ook een beetje door de compreneur, hè? Zeg, ik blijf je geen stansieveren, hè? Hoe kom je eigenlijk op mijn adres? Ah, wel, van de patroon, hè? De big chief, de grote bos, de commandant. Ons vader? Ken je ons vader? Allee, meneer, die is toch mijn beste geboren in de blok? Goed, en die spullen die zijn van hem? Ja, hij was het die vergeten, hè? En ik kom ze allemaal terugbrengen, het zijn er allemaal spelletjes. Erger de mensen is, koken, Monopoly en Stratego. Ken je dat niet? Dat is een plezante spelletje, hè? Ik speel dat keer met al die boomen, hè? Zo, ja, boom. Zie die schaars is er gebeurd? Ah, wel ja. Ik zal het dan ga even die spullen binnenzetten, hè? Ja. Nee, is niet Thomas. Nee, hij is weg, meneer Vleugelen, zeg je? Allee, op start met de gepensioneerden, zeg je? En dat komt dan maar eerst vanavond plot, Thomas. Oh, dat is ook een tegenslag, ja. Hè? Allee, dan kom ik misschien op mijn andere keer eens terug, hè? Maar vergeet alsjeblieft niet de complimenten te doen, hè, meneer Vleugelen, hè? Ja, allee. Komt jij maar zo dikwijls als je wilt, hè? Ahmed. Ja. Eerst, pak je de spelletje en zet ze ga even binnen, vooruit. Ja. Nee, dat kan ik niet doen. Hoe kom je dat? Ga je met ze geven.
Oh, misschien is het beter dat ik op een andere keer eens terugkom, hè. Ik zal die spelletje mee naar huis nemen. Ja. Maar vergeet alsjeblieft niet complimenten te doen aan meneer Vleugelen, hè. Nee, nee. Allee dan. Salut, hè. Ja. Ja, allee. Beste, hè. Ja. Achmed. Godverdomme zich. Ik heb het nog niet lastig genoeg. Dat zal gebeuren er ook nog bij graag. Goedenavond. Dag, Roger. Je zit zo vroeg, jongen. Ja. Pa, alles goed? Nee. Is er iets? Nee. Waar zie je ze? Ik heb ze juist vast. Mijn kiksjes lezen? Leid ze nog tijd, dan heb ik ze ooit. Zeg, nou, jij hebt hier een hele dag taart gehad, hè? En nou, dat kiksje wil lezen, moet daar ze juist lezen. Ik heb een hele dag gewerkt voor kost en inhoud. God is mee dat vinger over de kas. Proper, hè? Ah. Vader, je zit hier met een zetel. Dat je mijn zetel ziet. Vader, je zit hier mijn. Ben je al een supermarkt geweest? Dat was kassiet vol. Zijn niet vergeten. Ik heb de afwas gedaan, stof afgedaan, bedden ook gedekt. Oh ja, dat is waar. Maar in vervolg moet ik zelf alle bed opdekken. Wat blijft? Dat je zelf alle bed moet opdekken. Zeg dat dat niet slechter hoort als ik, hè. Ik was in zo'n slecht gezien. Dat zou er net zijn. Is er nog niets van ons mij? Ik heb niets gehoord, ik ken. Ga ik niet volgen? Ik ken nee. Ja. Is tijd te kleren? Bekend. En het is geen spaghetti. Voilà, kom volgen, geef tegen gezet. Nou, zeg, het is al aardig genoeg geweest van dood. Zou morgen mijn eigen gezet kopen? De vraag is niet kan bewaren, maar dat vult de gozer, zo'n manbinger. Vroeg aan de stijl dat ik een uurlijke vreugde mocht uitgaan. Ik kon hem hier, hè. Ik zit net kapot. Zeg. God dan in bad, dan kruipt die muste nog te laag. Ja, dat kan ik er weinig zat uit, hè, pa. Je weet dat ons maat niet kan hebben dat je zo niet eens aan tafel komt. Ja, zeg maar eens wist waar ze was. Ah? Maar zou je dat doen? Hij zou er naartoe komen. En er smeken om terug te komen. En ik zou mijn valise kunnen pakken. Zo simpel is dat. Ja, ze is ook voor niks verlegen gegaan, hè. Het is niet waar, zeker. Ik weet het niet, maar ik wou dat ze terug was. Op deze manier haal ik dat niet langer vol. Ja, zeg, dat wist ook van. Dat is niet waar. Dan moet hij eens mij maken en je kunt over mij spreken, dat is mij alles. Dus je hebt er spijt van? Ik heb er spijt van dat zij er anders over denkt als ik. Ik heb er spijt van dat mijn broer zo nog vol en egoïstisch. Maar we stonden naar ver en we moeten eruit. Laat ons het er nou niet langer over hebben, hè. Zeg eens, wie heeft dit tafel hier gedikt? Ik ken het, waarom? Is dat een plezier te zijn of is dat nog wat gewoonte? Er staat een tal over te vuil, we zijn van met raar. Ja, nou, dat je dat zegt. Ja, dat is wat gewoonte zijn. Wil ik ze wegnemen? Zo is precies of dat er iemand dood is. En altijd moet hij tegen mij roepen, zeg. Oh, nee, hoor. Nee, hoor. Zet nog maar een taloer bij op tafel. Wat? Amo. Wat? Dat is toch echt daar, als je wel gevolgen zo zit aftoppelen, hè? Voilà. Frida, ma. Zijn terug. Jongens, wat zijn jullie aan geweest? Was je sigaretten gaan kopen? Alles oké? Ja. Ik heb het al in Kuit gehad. In Zoersel? Ja. In de bungalow, zijn jullie daar geweest? Ik ga maar ja, ik dacht het al een tijdje, ja, maar verzekerde zin zijn er vandaag eens langs gereden met de wagen van de firma. Ja, in zo'n vlotte deuren. Ik ga zegt niks. Vervreden, dat moet je nou echt niet meer doen, hè. Ik ja, was echt ongerust, hè. Ik doe dat ook nooit niet meer. Zeg, weet je dat we deze jaar in april 25 jaar getrouwd zijn? Ja, daar heb ik ook aan gedacht en daarom wou ik zo'n paar maanden op dat fiche terug thuis, hè. Ah, ja. Dat is bompa, hè. Daar heb ik van gehoord, ja. Dag, pa. Dag, Frida. Kun je niet geloven hoe blij dat ik ben dat je terug bent?
Dat meende je niet, hè? Natuurlijk wel, het was toch... Dus we moeten ze het daar niet over hebben, hè? We zullen straks of morgen wel een oplossing vinden. Kom dan, vader. Je moet verwennen, het eten is bekend. Kom, de balezen nog niet pakken. Maar vader, dat heb ik je net toch niet gezegd? Nee, maar ik weet wel waarom dat zal neerkomen. Kom, pak, kom naar jouw tafel. Het eten is bekend, kleren. Dat heb ik een keer dan nog nooit in mij gemaakt. Dat eten is kleren, ik heb niks moeten doen. Wie heeft dat dan kleren gemaakt? Ik. Nee. Wie is dat? Oh, nee. Maar wat ga je dan? Daar heb je nog vragen. Ik hoop dat ik dat goed. Dat weten we niet, ze is nog niet uitgeschipt. Dossie, je hebt er nog mogen bezoeken. Ik heb er al te bellen, zei ik, kon hem komen. Wacht maar toch even. Dus, we zullen alles uitleggen. Dus. Dat bedoelgen dat. Ja, ik begrijp er niks niet meer van ze. Oh, ga ik zoeken, zei van niks. Mogen laten ze toch keuken in mijn keuken? Met mijn potten en met mijn pannen. Nee, eens even. Wil dan eens even zeggen wie dat u vrij is? Ah, ga ja. Maar? Pa, deze is na, deze... Ja, zeg, kom ze. Ja. Ze moet iets harder niet meer komen, manneke. Nicole heeft mij alles al verteld. Zit hier over aan de hele tijd alles in de hoek te houden. Hier over van Nico? Van Nico, mijn vriendin. Mijn steun. Ik kan niet meer volgen. Nicole heeft die meneer de zomer in water gegooid. Ik geloof ook dat het oké is. Maar dat is niet zo. Stop! Zwijgen! Ja. Onongebroken vaderen, zo kunnen we niets oplossen. Ik zal wel dat we gaan eten. En dan kunnen we rustig... Maar kijk, nee, misschien niet. Let wel, rustig, alles uit de doeken doen. Pas op. Schiet maar in, zo jakken, hè? Ja, maar nee, je moest dus niet vragen bij voor iemand dat hij niet kon afvaart met Isabel. Had ik je gelijk om ze buiten te zweren? Beste vriendin, ben je dat dan kunnen denken? Eet gesmakt? Kip op de provinciaal zo'n strieling voor tong en geimel, dat ging. Dat is prima, kindje. Zou je wel afvragen? Nee, dat moet ook. Zal ik dat wel doen met Benna? Oh ja, luister eens. Nadat alles opgelost is, enfin, opgelost. Ik weet nog altijd niet waar ik vannacht als lopen, maar dat is het anders. Ja, blijf daar, dat is toch dodelijk, hè? Meen je dat, hè? Natuurlijk dat ik dat meen. Daar heb ik dan geen zorg op wie je dagen kunnen overnodigen. Ja, dat is iets nodig. Oh, zeg, wat wilde jij zeggen? Dat je van plan bent dat misschien nog eens te doen? Ah, wel, wie weet. Ik heb in ieder geval ingezien dat ik verkeerd zijn geweest. Dat is formidabel, maar een foto geven, dat kan zo'n reden hier niet. Merci, Preda. Ik wist wel dat alles op zo'n poetje zou terechtkomen. Ken ik ik haar toch, hè? Maar dan wou ik toch even iets zeggen. Ja, we zijn er toch serieus op klappen, hè, joh? Zeg, snoutje, dat zink ik nou pas. Ga ze niet gewassen. Dat wilde je dat toch nooit eens recht van de waren komt overkomen. Ja, luister nou eens even, Otje Patoken. Het was dat een dag niet bepaald een normale dag. Ja, hè? Maar luister nou eens even, Otje Patoken. Ik wil eens iets zeggen, hè. Leo. Ja. Ga nou eens in de kelder een goed flesje wijn halen. Het moet toch geveerd worden dat de moeilijkheden van de wonen, hè? Oh, maar de beste die je kunt vinden, Leo. Allee, waarom? Wel. Zeg, wat denkt u wel nou van die Sonja? Dat is een leefmasker. Ja, ja, die valt goed mee. En ze past goed bij onze Leo. Wel, ik vind dat we ze een kans moeten geven. Een kans? Ja. Welke kans? Ze willen wel samenwonen. Als ze getrouwd zijn. Getrouwd? Wie spreekt hier nou van trouwen? Hoe gaat een samenwonen? Zou je te trouwen? Ja. Daar kan geen sprake van zijn. Nee. Dat kunnen we niet doen, hè, zeg. Al heel af en toe van de gebeuren. Dus zelf vinden dat niet zo waar. Het is alleen maar voor de gebeuren. Het is te zeggen. Moeten we dat breken met alle regels? Ja, nou spreekt er zo, hè. Maar wie heeft er vroeger ons leven bepaald? Ons avers of niet soes? Die kinderen willen gewoon samenwonen om te zien of dat wel zal lukken. Is dat zo abnormaal? Of moeten ze trouwen en daarna terug uit elkaar gaan? Zeg, waar gaat er nog eens met de grauw van Bustel daar, vind ik ze? Is te zeggen, zijn vader, zo heb ik haar vroeger nooit niet horen klappen. Ik kom met mijn taart mee. De goeie ding is vandaan. Pak het hoeven over. Komt er maar bij, Golle. Het gaat tenslotte overal een probleem. Jawel, wat is er op te zeggen? Dan vind ik dat nogal straf dat je zo'n naam mengt. Hé, hey, een naam, alsjeblieft, Preda. Dat je een bom hebt voor alle dieren te kuilen uit het vuur laat halen. En wel, meneer? Dat is niet meer meneer en madame, hè. Zeg dan maar gewoon pa en ma. Het is dan toch bekend.
luister naar eens hier. Ik vind hij... Nee, je kon weer stomme dingen zeggen. Ik vul dat toch niet. Doe wat je denkt dat goed is. Als je maar gelukkig bent. Amai, man. Dat heb ik nog van aan ooit niet verwacht, hè. En wel, ik ook niet. Dat is zo zijn leider ook gedaan. Vrienden. Geen historische woorden gesproken. He? Als je morgen gelukkig bent, leven is toch al zo keer pijn. Zeg, weet je aan dat zijn? Geen op deze. Zeg, we zijn niet toch, zei pa. Zal die van hier over toch niet zijn zeker, hè? Wil ik kiekje zuipen doen? Nee, blijf gewoon maar zieken. Marke, ga gewoon eens even zingen, je wilt. Ja. Hey, dus, God akkoord, madame. Zee? Ma en pa. Oh, ja, we zullen wel moeten, nee, kiekje. Zelfs toen ze naast mijn zelf zitten. Nee, die is goedenavond, iedereen. Dat ontbrak je dan nog aan om het feest compleet te maken, hè. Ik heb al toch gezegd dat je niet meer moest komen? Roger, alsjeblieft, begin dat wij niet direct uw gal uit te spuwen, hè. Goedenavond allemaal. Dag, vader. Hoe is het? Goh, hoe is het met jou? Oh, is er een antwoord? We komen eens zien hoe dat je het stelt. Heel goed. Hij krijgt zijn eten op tijd en we laten hem draaien hier op het dek worden. Meer kunnen we dat toch echt niet doen, hè? Roger, kunnen jij dan nooit eens niet serieus in de waaien bezoek komen? Mensen die ongevraagd op bezoek komen, hè, die werken op mijn systeem, daar kan ik toch niet aan doen, hè? Oh, nee. Je gaat er toch niet een hele tijd blijven staan, zeker? Allee, vooruit dat we frak even aan. Nee, nee, we komen maar heel even langs. Julia heeft ons opgebeld. Ze zei dat er wordt uitgetrokken. Ik? Gesproken van, zeg ik, zo eens even tot een bugeloo geweest om er alles zo wat op te ruimen. Want in de lengte van de band ben je niet ernaar zijn wijk van de natuur gedeeld, zeg. Oh, ja, ah ja, dat kwam mij ook zo voor langs. Wij hadden gedacht van Bompa is 14 dagen bij ons te logeren. Och zo, hoe gewijten begon te knogen, zeg. Nee. Maar zie je, dan kan ik 14 dagen gewoon jij graag nog maar waarlijk, zie je. En dan zit dan José zo niet alleen met... Met je moeilijke mens, maar dat is het toch. De Bompa bleef hier. En je moet dat niet gaan zalven, hè, want verleden week was het nog wat toen we met Bompa. En wel, dat is een uitgemokte zaalknaas, hè. Ken je Golden Sonja al? Die meer is hier vermomd als mijn tante. En die met zo'n kilo praline, dat is mijn onkel. Sonja, we zijn ze goed, hè? En nou dat de laatste keer. Ja, soms de leeuw als een vrouw. Ah, ja. Ja. Die kan ik wel volgen, ze nu. En wel, wij ook niet, maar dat heeft geen belang, ze nu, als ze maar gelukkig zijn. Ze gaan samen wonen. Ach zo. Ja, tenminste, als je er niks op tegen hebt, hè. Oh, nee. Dat is interessant, hè, José? Ja. Als ze daar niet overheen komen, dan gebeuren er nog geen ongelukken, hè. Ga eens in hoe het op dat gedacht gekomen. Stom, hè. Kom, Paul, laat ons het hier kort maken. Wij nemen dus een bom bij 1 april 14 dagen bij ons. En voor de rest... Doe er maar mee wat je wilt. Geen sprake van in april zijn we 25 jaar getrouwd. En dan geven wij een feest. En dan Bompa die moet erbij zijn. Geet je ook goed. De Bompa moet erbij zijn. Gewoon niet zijn. In maart kun je hem dan komen halen. In maart? Nee, dat kan niet zo zeker niet aan, hè. Want dan kan ik het in de congé graag nog mooi werken in maart. Wacht eens even. Augustus dan misschien, hè. Zeg, dan moest de gewoon al een eigen eens bezig horen, zie. Je doet precies of dat een bom aan een seizoenartikel is. Ja, dat vind ik naar Joeksen, hè. Oh, die begint er eigenlijk ook al te moeien, die. Dat is niet die, dat is onze leider zijn vrouw. Niemand vrouw dan een bom aan wat hem nou eigenlijk zelf het liefste zou willen. Oh ja, dat is eigenlijk waar, hè. Oh, dat is heel simpel, vaarlijk, ja. Vader, de... Vader... Allee, José, kom maar eens. Vroeg het gaar maar eens wat hem zou willen. Wat zou jij zelf het liefste willen, Bompa? Zou jij eens geen 14 dagen bij ons in de villa willen komen logeren? Wat zeg je?
We vragen wat jij zelf het liefst zou willen. Heeft dat belang? Ja, we staan het niet, hè. Natuurlijk heeft dat belang. Het is toch uw leven? Mijn leven. Als je al zo bezig wordt, dan blijft er niet veel meer van over. Van mijn leven. Trouwens, ik heb al lang gekozen. Ah. Ik kom bij Leo en Sonja Moelen. Dat kan niet. Allee, vader, weer bij een koppeltje. Nee, vader, dat zou ik nou niet doen. Jongen, maar weg, laat hem eens even zo uitklappen. Als Leo en Sonja dat willen, dan zou ik het liefst bij hun wonen. Anders kan ik nog liever in een rusthuis. Uiteindelijk zal dat nog het beste zijn. Dan loop ik niemand in de weg. Want in alle drukte pas ik blijkbaar toch niet. Ik zal altijd mijn last blijven, of niet soms. En als je me dan nog van Zoersel naar Maria Terade en terug naar de stad gaat sluiten, dan zal ik het niet lang niet meer trekken, dat moet je verstaan. Ik denk dat Leo en Sonja nog het meest begrip voor een oude mens kunnen opbrengen. Gollen, hè? Gollen doet allemaal alsof, maar eigenlijk snapt er niks van. Maar je kunt het troosten met de gedachte dat er anderen in de stad zijn die er even min heeft van snappen. Tot een dag dat ze zelf oud zullen zijn. En in het beste geval zullen inzien dat mensen, of dat ze nou oud zijn of niet, belangrijk zijn. Wat ik nou niet zal die wel, want dat weet ik niet. Ze komen zo maar in mijn kop, ik ken er niet om doen. Papa, ga wel dus bij die twee jonge mensen, maar dan moet je toch verstaan, die weten ook niet eens waar ze gaan wonen. Ja, dat is natuurlijk. Oh ja, en dan zullen ze met zijn prei alleen, want Sonja die is nog aan het stempelen. We kunnen dat toch niet blazen met jullie. Maar ze moeten niet zeuren. Achterin verloopt de neurtijd van mijn huizen in Oudbouken. Dat is groot genoeg. Ze mogen het hebben. Ze mogen het hebben? Ja. Heeft het niet verstaan? Leo en Sonja krijgen dat huizen in Oudbouken. Ze krijgen het cadeau. Amai, zeg, dat is nog een klein beetje. Maar allerlei bompen, dat moeten we toch niet doen? Ja, ik zal het wel bijhouden. Dan kunnen ze alles ervoor gaan vechten als ik er niet meer zin. Ja, maar dat kennen ze niet. Wij hebben daar ook. Paul heeft daar ook recht op. Oh ja. Hè? Ik zei nog niet toe, het ze nu. Leo en Sonja krijgen dat doosje in Oudbouken. Morgen komen ze onder de notaris om dat allemaal te beschrijven. Ja, onze rap zijn vol. Punt uit. Kom, Paul, we zijn hier weg. Ja, en dat zal verlaagd zijn, denk ik. Als je dan maar weet. Volgorde, dan moet je dat toch nog eens even klappen. Het is toch niet normaal, maar... Hoor! Door, wat bij jullie zo eigenlijk komt te doen? Toch te gollen dat ik dat niet wist. Die denken dat ik een nooit geleefde plaats heb. Pompa, dat is het duurste cadeau die je naar ons komt. Oh, manneke, scholle, geef maar zo vuil. Ieder op zijn toer is niks te vuil, hè? Allee, zeg, wie had dat gedacht, hè? Dan gaan we net toch eens een lekker flesje op. Kroken, hè? Zo, jij blijft maar eens slapen, kindje. Allee, ze gaan er ook vooruit, je moet dat blijven slapen. Vertel voor mij, die eerste is te roos dat ze niet ongerust zijn. Want als die mannen hier een flesje kroken... Zeg, ze gaan bekomen van een Sonja slapen. Oeh, en mijn bompadden? Hopla, dat spelletje begint hier opnieuw. Nou, wat doen we nou met dat? Nou, wat doen we nou met dat?